Dit is het COVID-19-journaal van het ministerie van Volksgezondheid. Ik begin deze 65e aflevering met wereldnieuws. Stervoetballer Cristiano Ronaldo is besmet met het coronavirus. Dat is bevestigd door de Portugese Voetbalbond. Ronaldo maakt het goed. Hij vertoont geen symptomen, maar hij is wel in isolatie. Dat wordt ook gemeld op de website van de Portugese Voetbalbond. Intussen zijn andere spelers in de selectie van Portugal ook getest. En gelukkig zijn er niet meer positieven gemeld onder de ploeggenoten van Ronaldo. Meer nieuws uit het buitenland, want momenteel heeft Nederland te kampen met een tweede golf van het coronavirus. Zo zijn er de afgelopen 24 uur 7.393 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 549 meer dan maandag. Vorige week woensdag werden nog minder dan 5.000 positieve tests gemeld. Het aantal bevestigde besmettingen is afgelopen week toegenomen met 60%. Er zijn 43.904 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er nog meer dan 27.000. De meeste besmettingen worden geconstateerd in Amsterdam, namelijk 737. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, namelijk 426 om 352. Ja, bijna 7400 besmettingen is natuurlijk ongelooflijk veel. En dat tekent de ernst van de situatie waar we in zitten. De besmettingsgraad is veel te hoog. En dat is reden om ons zorgen te maken. En dat noopt ons ook tot het nemen van aanvullende maatregelen. We zien dat mensen nog steeds met klachten naar buiten gaan. Zelfs mensen die positief getest zijn. Daar gaat ongeveer van 10 mensen gaan er 2 naar buiten. Terwijl ze wel positief getest zijn voor COVID. Dus dat betekent, dat laat ons zien dat de opvolging niet optimaal is. En dat is dus zorgelijk. Goedendag iedereen, mijn naam is Dion Geidin. Ik ben internist in opleiding in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. En vandaag ga ik jullie iets vertellen over COVID-19. Niets is meer hetzelfde. We hebben de afgelopen 7 maanden leren leven met COVID-19. En in vrijwel al onze dagelijkse gesprekken komen heel wat nieuwe woorden voor. Namelijk mondkapjes, handsanitatie, afstand houden, quarantaine, lockdown en isolatie. Internist Dion Geidin plaatst in deze aflevering al die nieuwe medische begrippen en voorzorgsmaatregelen onder een vergrootglas. Maatregelen, quarantaine en isolatie. Woorden die we voor 2020 nooit te horen kregen, maar sinds dit jaar meerdere keren per dag horen. Wat houden deze termen nou precies in? Nou, vandaag wil ik jullie aan de hand van een andere ziekte, en dat is dus HIV, wil ik jullie uitleggen hoe deze termen precies in elkaar zitten. Wil ik direct beginnen door jullie te vertellen, HIV en COVID-19 zijn absoluut niet dezelfde ziekte, maar ik ga wel het voorbeeld van HIV gebruiken om deze termen een beetje beter uit te kunnen leggen. Nou, laten we gewoon beginnen bij een gezond persoon die in het geval van HIV onbeschermd omgang heeft gehad met iemand anders. Nou, zoals je al weet, staat op niemands gezicht geschreven als die nou HIV heeft, hepatitis heeft, dengue heeft of COVID heeft. Dus het eerste wanneer je onbeschermd contact hebt gehad met iemand, of in dit geval onbeschermd omgang hebt gehad met iemand, is dat je de volgende dag meteen rent naar je arts. En dan ga je hem zeggen van, hey doc, fout doe, mim test, jongen, mim test. Nou, het eerste wat deze arts jou dan gaat vertellen is, ik kan je testen, maar we gaan zeker 30 dagen moeten wachten voordat ik je 100% kan zeggen als je nou positief of negatief bent. Of beter gezegd, pas na 30 dagen kan ik jou eerlijk vertellen dat je zeker geen besmetting met het HIV-virus hebt opgelopen. Nou, deze periode in HIV kennen we allemaal al. Dat heet de window period. En hoe bescherm je jezelf nou tegen het HIV-virus? Nou, zoals we dat ook allemaal al ondertussen weten, is dat door het gebruiken van een condoom. En niet gewoon zomaar een condoom, want je kan 2 in je zak hebben, je kan 2 naast je bed hebben, maar als je timing verkeerd is en je het niet gebruikt op het moment van omgang, dan is het ook volledig zinloos geweest om een condoom bij je te hebben. Dus
ook de timing is heel erg belangrijk bij het gebruiken van beschermingsmateriaal. Nou, nu even terug naar COVID-19. Nou, in het geval van COVID-19 is die window period niet 30 dagen die we kennen, maar is dat 10 dagen. Dus na 10 dagen al kan iemand klachten ontwikkelen nadat zij onbeschermd contact hebben gehad met iemand anders van COVID-19. En dan noemen we het geen window period, maar een incubatietijd. Dus dat kenden we allemaal al. Nou, hoe bescherm je jezelf goed tegen COVID? Gelukkig niet door de hele dag een condoom te gebruiken, zoals in het geval van HIV, maar wel door andere maatregelen die je moet hanteren. Zoals we allemaal al kennen, fysieke afstand behouden, mond-neusbedekking gebruiken, handhygiëne en goede ventilatie. Nog een woord die we in 2020 zo vaak te horen krijgen. En natuurlijk blijft het belangrijk dat je deze maatregelen niet gewoon toepast, maar op het juiste moment toepast. Handhygiëne de hele dag doen, 20, 30 keer per dag je hand wassen, is niet zinvol. Het is alleen zinvol om het te doen nadat je iets hebt aangeraakt of tegen een plek aan bent gekomen waar andere mensen steeds aankomen. En zo is, dit zijn dus de maatregelen die bij die zorgen ervoor dat de verspreiding van COVID-19 niet verder kan plaatsvinden. En nogmaals, HIV en COVID-19 zijn niet dezelfde ziekte, maar er zijn veel principes en veel dingen die we kunnen leren vanuit HIV. En zoals ik al in het begin zei, HIV en COVID-19 zijn niet hetzelfde, maar je kan wel een aantal lessen leren uit HIV. En dat is wat ik jullie zo net heb uitgelegd. In de medische wereld weten onze doktoren maar al te goed waarom dit gevreesde longvirus met zoveel tact en strategie moet worden aangepakt. Bij COVID-19 kan het 5 tot 10 dagen duren voordat klachten zich beginnen voor te doen bij een positief geteste persoon. We moeten beseffen dat tot het moment dat je klachten krijgt, het zo goed als zeker is dat je andere mensen met wie je in contact bent gekomen hebt besmet, oftewel hebt geïnfecteerd. Binnen 10 dagen kan die persoon ook klachten ontwikkelen. Bij een goede contacttracing kan zo iemand dan ook tijdig uit de gemeenschap worden gehaald. Waarom is quarantaine nou precies nodig? Nou, wat gebeurt er is dat iemand op een gegeven moment besmet raakt met het virus op dag 0. Nou, over het algemeen kan je tussen dag 2 en 10 dan klachten krijgen van COVID-19. Maar gemiddeld krijgen de meeste mensen na 5 dagen na het besmettingsmoment al klachten. Nou, wat gebeurt er bij COVID is, en dat zie je dus hier, dat deze na 5 dagen al ziek wordt. Maar het vervelende bij COVID-19 is dat je al een dag of soms zelfs 2 dagen voordat je klachten ontwikkelt, je al mensen kan besmetten. Met andere woorden, je hebt geen klachten, maar je gaat mensen COVID-19 kunnen geven. En zo zie je dus dat hij op dag 4 een mattie van hem ziek heeft gemaakt. Nou, wat betekent dit voor je beleid? Als je een persoon hebt die besmet raakt op dag 0 en op dag 5 dus klachten ontwikkelt, dan wil jij alle mensen die klachten ontwikkelen isoleren. Want dat noemen wij isolatie. Dat zijn alle mensen die positief zijn bevonden voor COVID-19 of klachten hebben die passen bij COVID-19. Die patiënten die positief zijn bevonden voor COVID-19, die zetten wij dus in isolatie. Of in thuisisolatie of in een overheidsfaciliteit, waarbij zij dus afgezonderd worden van andere mensen. Nou, wat betekent dit nou precies voor de verspreiding van COVID-19? Nou, stel dat jouw beleid als land is dat jij iedereen die klachten ontwikkelt isoleert van de rest van de samenleving. Nou, dan krijg je dus dat iemand op dag 0 besmet raakt en op dag 5 klachten ontwikkelt en dan dus geïsoleerd wordt. Het probleem is dat hij een dag en tot zelfs 2 dagen voordat hij al klachten kreeg, andere mensen ziek aan het maken was. Dus
Die mattie die hij heeft ontmoet op dag 3 of dag 4 kan ook besmet zijn geraakt en kan dus ook klachten ontwikkelen. En zo zie je dus, als je elke keer iemand in isolatie zet nadat hij klachten ontwikkelt, dan ga je steeds achter de feiten aanlopen en dan gaan steeds meer en meer en meer mensen ziek worden. Nou, hoe zou je dan uiteindelijk moeten zorgen ervoor dat de verspreiding in jouw land gaat afnemen? Nou, je moet sowieso door blijven gaan met iedereen die klachten ontwikkelt isoleren. Want die mensen zijn de mensen die de meeste anderen kunnen besmetten. Maar hoe ga je dat probleem oplossen van de mensen die 1 of 2 dagen voordat ze klachten ontwikkelen ook kunnen besmetten? Hoe ga je die mensen uit de samenleving houden? Het moment dat iemand klachten ontwikkelt, ga je contact met die persoon opmaken en vragen van: hey, wie heb je in de afgelopen 2 dagen ontmoet, gesproken, tori meegesproken, een biertje meegedronken, een sigaretje meegedeeld, whatever, zodat ik ze allemaal kan contacten. Dus wie heb jij allemaal onbeschermd contact mee gehad 2 dagen voordat je al klachten ontwikkelde? Nou, dit is gewoon heel simpel de uitleg van contact tracing. Dat is exact wat we doen om erachter te komen wie allemaal de close contact zijn geweest van zo'n besmet persoon. Nou, als wij die mensen kunnen contacten binnen 2 dagen tijd, dan kunnen we ze in quarantaine plaatsen. Want dat is het verschil met isolatie, is dat quarantaine zijn de mensen die mogelijk besmet zijn geraakt met het virus, maar nog geen klachten hebben of nog niet bevestigd zijn. Nou, als je deze mensen op tijd kan contacten en ze meteen in quarantaine kan plaatsen, dus weer uit de samenleving kan halen, kan je op die manier ervoor zorgen dat de verspreiding van COVID-19 uiteindelijk stopt. En zo zie je dat die mattie van deze kerel gelukkig niet ziek is geworden, want hij is nooit meer met hem in contact geweest. In ieder geval niet in fysiek contact geweest of onbeschermd contact. Dus het beleid voor een land ziet er als volgt uit. 1. Alle mensen die klachten ontwikkelen worden in isolatie geplaatst. 2. Deze mensen worden zo snel als mogelijk gecontact om de contact tracing te starten. Alle andere contacten van deze persoon worden gecontact en dan worden zij op de 3e plaats allemaal in quarantaine geplaatst. En op die manier kan je dus ervoor zorgen dat je verspreiding in je land uiteindelijk afneemt. En tot slot van deze 65e aflevering van het COVID-19-journaal brengen wij u de wijze raad van de WHO-topman Tedros Ghebreyesus. The pandemic is a wake-up call for all of us. We must all look in the mirror and ask what we can do better and learn honestly. We're not on the wrong path. We're on the right path, but we need to go faster. We need to go further. And we need to build on the transformation. We need to go together. Fighting each other wastes more energy. We can actually finish this virus with less energy. Let's use all the energy we have to use. Let's use all the energy we have to fight the virus, not each other. The most important thing now is investing in or using all the tools at hand. And many countries have shown that with the tools we have, they were able to suppress and control the pandemic. But at the same time, we have to invest in new technology. And that's why we launched the ACT Accelerator. We will need vaccines. And there is hope that by the end of this year, we may have a vaccine. There is hope. En dan hebben we het gehad voor wat betreft de 65e aflevering van het COVID-19-journaal. Een programma van het ministerie van Volksgezondheid waarin u wordt geïnformeerd over het reilen en zeilen rond het coronavirus. U weet het, Suriname is nog steeds in partial lockdown vanaf 9 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Hou afstand, was regelmatig uw handen en doe een mondkapje op, vooral in het openbaar. Let goed op uzelf.